Goedemorgen, ik begin met yoghurt crunch, een klein beetje Nutella. Oeh. Gisteravond was zo leuk, of gisteren overdag eigenlijk. Echt, wij zijn het er unaniem over eens dat onze favoriete uitgaansdingen zijn overdag, buiten, festival, lekker vroeg pieken, lekker op tijd naar huis. Het duurde tot 11, was echt fantastisch. Mensen zeiden ook, ga je op de after? After, ik lig in mijn bed zo hoor, ik weet niet. I'm too old for that. Maar het was zo leuk. Oh, er is echt iets magics. Ja, schatje. Vertel. Met die roze koek erin en zo? Ja. Onder de boekenkast op de grond. Rechts. Op het einde, helemaal. Ja. Ja. Helemaal op het einde. Echt bij je raam, zeg maar daar. Mm. Er is iets magics of met festivals waarin zeg maar, als je veel mensen ziet die je bekende, zeg maar, veel mensen dat je denkt, hey, die is er, dan is het soort van, dan is het zo leuk. Omdat dan is het heel erg, ja, ik weet niet, cozy. Ik voel bijna een soort familiefeest of zo, weet je wel. Aan alle kinderen van het land, dit is een dringend verzoek van jullie koning. Binnenkort ben ik te oud om te regeren en juist nu heeft mijn enige dochter besloten dat ze geen koningin wil worden. Tot overmaat van ramp is mijn schatkist vannacht leeggeroofd door een gevaarlijke draak. Hoogachtend, de koning. Oh my god. Kijk, ik heb net een dutje gedaan van echt 2 uur of zo. Help. Hij was al lager dan dit. Dat dutje hebben we wat gedaan, maar... Ben ik niet lekker? Ik denk er nergens last van. Als in snotty hoest. Hoesten, proesten. Maar mijn temperatuur is ook echt omhoog aan het gaan nu, dus. Bammer. Ik ga verder met werken voor Beauty Was Video. Die moet live zo. Ik heb nog niet af met edit. Hij is heel lang en heel veel edit werk. Ik wil dat per se zelf doen. Wie heeft ook dat probleem dat ze... Zeg maar, ik geef dingen wel uit handen, maar soms... Maar ik kan terugvallen en ik wil het allemaal zelf doen. Ik wil het allemaal zelf doen. Video's en dat soort dingen. Omdat ik het gewoon leuk vind en denk, dus dan heb ik precies hoe ik het wil hebben. Maar goed, zo zie je maar. Liggen ziek op bed, moet je werk nog afmaken. Dus nou ja, maakt ook niet heel veel uit. Ik heb altijd om 3 uur mijn video's. Soms, once in a blue moon gebeurt het. Of dan is het bestand te groot of zo. Omdat die zo lang is, denk ik. Omdat die wat duurt het wat langer voordat die door YouTube heen komt, zeg maar. Nou ja, dan is het even een uurtje later of 2 of zo. Maakt niet heel veel uit. Ik heb sowieso niet het idee dat er echt mensen zijn die de timer zetten om een main video, zeg maar, te zien. Maar vlogs, dan is het misschien belangrijker dat die echt om 6 uur live is. Video's video. Ik weet niet, tijden zijn veranderd. Mensen consumeren het, voor mijn gevoel, content meer waar ze zin in hebben op dat moment. En nou ja, sowieso ook het idee dagelijks vlog natuurlijk. Iets minder populair is. Ja. Er is zoveel content out there, weet je wel. Maar goed, dat roep ik al een paar jaar. Maar ik vind het gewoon echt leuk om te doen. Leuk voor later. Het is ook voor mezelf gewoon leuk. Dus. Maar goed, een vlog als deze, ja, daar heb je natuurlijk geen hol aan. Er is niks leuks educatiefs aan. Er is gewoon iemand die gewoon is. Balen wel, want Milkshake is nu bezig. Vet leuk. En we gaan altijd normaal lopen er langs gaan even kijken en zo. Maar. Nee, ik ben niet in staat om dat te doen. Ik ga nu editen. Een pannenkoek. De melk is op, dus ik kreeg een water en yoghurt gedaan. Zo lekker. Ik vind heel vaak bij recepten, als je iets met melk moet doen, je maakt water, yoghurt, je schudt het met, in zo'n mixbeker. Je krijgt een soort waterig yoghurt. Zo vaak lekkerder. Echt een tip voor anderen. Dit ook weer. Deze pannenkoek is echt formidabel. Oh. Weet je wat wel echt handig is van in de slaapkamer werken? Je kan heel goed audio opnemen, want veel stof die je tegenhoudt en zo. Dus we gaan even met de mic de voice-over doen. Ik ben er bijna. Deze video duurt zo lang en heeft een bijzondere wending, vind ik zelf. Dus die Tomorrowland video. Ik ga hem denk ik wel met oortjes. Nu doen. Zo. Oké.
Off we go. Dat die, ja, was ook niet zo groen als dat we, dat we dachten, hè? En we hebben koffie. Ja, wel. Ik wil ook douchen. Ja. Cheers, lekker. Cheers, jongens. Ik ben heel benieuwd. Okay. Oh, ik heb... Wacht. Dit is de mijne, toch? Niet te vegen. En mot? Kijk. Oh. Je hebt geen bot? En dit... Dit is zuur, toch? Nee, je hebt ook geen bot. Oh, dat is gek. Maar... Ja, je noedels kan wel bewaren. Ja, ik kan alles wel bewaren. Ik herken het wel. Ik herken het. Oh, lost in her eyes. Ja, ik herken het, ik herken het. Ja, zeg maar. Ja. Oh, sorry. Zeg maar. Zal ik even je bril gewoon maken? Ah, hoe heet het nou? Het zit op het puntje van mijn tong. Kan je het nog een keer doen? It's really messing up her. Is het Nederlands of niet? Ja. Nederlands. Smurf. Vinger. Smurfen? Dat is wat je doet. Mag ik me over een hint? Nee. Oh. Iets van een auto. Van Cars? Nee. Van in de auto. Een van de liefste. Is het Cars en Toet-toet? Ja! Wee! Toet-toet! Toet-toet! Cory Cars. Cory Carson. Toet-toet! Ja! En die... aardbei creepy! Benieuwd. Jongens, creamy! Yum! Aardbei en yoghurt. Jongens, we gaan even een wandeling maken na het eten buiten. Het is al richting bedtijd. Maar ik moet ook even frisse lucht hebben hoor. Even snel joggingbroek aan. Hier zo we kijken. Kijk hoe cute. Even een plantje water geven. En bij de buren ook. Ach. Ja. B&B liefde. We gaan beginnen. Wie is het? Oké, we hebben net de eerste aflevering gezien. En ik stel de vraag, en ik weet hoor, wat zou jij meenemen als jij op zo'n date gaat, zeg maar als je aankomt bij een Airbnb, niet Airbnb, bed and breakfast, van een van die, van je date, waar je mee wilt daten. Wat zou je als cadeautje meenemen? Wat zouden jullie meenemen? Wat zou Foef meenemen? En ik zei heel eerlijk, want hij zit helemaal, nee maar, en kind en alles, ik zou dat nooit doen. Ik zeg, oké, maar... ik ben er niet meer en kind is al uit huis. Dus je bent een boomer-ish. En ik dus, wil... En ja, je bent niet deze leeftijd per se, maar wat zou... Ja, of wil je doen dat ik... Stel, ik was er nooit en Mila is er niet en je zou niet... Wat zou was je er nooit? Waar gaat dit nou? ik zat te denken, of dus die mini Nintendo, weet je wel? Mm-hmm. Die oude NES of zo. Ja. Of, en ik denk dat dat een beter idee is... Hollandse snackjes en een spelletje. Ja, ik zie hem nog wel een zak met snacks meenemen. Tuurlijk. Gewoon echt zo'n Albert Heijn tas vol met snacks en chipjes en dingetjes. Om lekker samen op te eten. Mm-hmm. ik zou dus iets maken, denk ik. Het hangt er vanaf of ik daarheen vlieg. Of gewoon Amerikaanse snacks. Amerikaanse snacks, terwijl. Ja, ik zou iets maken als het met misschien de auto niet met was. Met de trend, als je daar bent. Nee, dat gaat toch. Ik doe het toch in een coolbox dan? Of ik maak iets wat dan zeg maar... In een coolbox? Ja. Dat is niet meer lekker daar. Ja, maar als je iets bakt en je pakt het goed in. Ik heb koekjes gebakken of zo, weet ik veel. I don't know. In ieder geval, ik zou iets maken. Mijn receptie. Ik wist het. Ik dacht, ik ga even zetten.
Mijn gezicht? Zag je dat? Mijn andere gezicht? Ik zou inderdaad jouw koekjes recepten maken. Doe dan maar gauw iets en dan de hart aanpakken. Ga ik hem aanpassen dat je iets langer door moet pakken dan dat je een baksteen hebt. Of dat je aankomt en zegt, oh, lekker koekjes. Ja, lekker. Recept van mijn overleden man. Echt. Helemaal gelijk. Dat is hard. Oh, wow. Dat is heel serieus idee. Yeah. Nee. Ik zou iets en maken. En hij zei op zijn deathbed, ik hoop dat je met mijn recept een andere man gelukkig kan maken. En ik zou iets maken als in, ik zou iets cricket of knutselen of vreugelen. Oh, maar natuurlijk zou je iets cricket, een ja. kaartje. Ja, zoiets. Met een gedichtje erop. Ja, zoiets. Waarom lach je me nou uit? Ik vind het gewoon leuk. Ik vind gewoon, als je de waardering van zeg maar dat je ergens tijd in hebt gestoken, vind ik leuk. Wat zou je video's zijn die je in jou achter de cricket? Nee. Ik zou echt helemaal... Ik zou full YouTube gaan. Ja, ik zou full YouTube gaan. Met de camera, met de bokeh lens, alles. Ja. Ringland, sowieso. Oh, ze heeft mooie ogen. Sowieso. Glenn Dunn, alles. Ja, nee, absoluut. Nagels. Een leuke vocal. En dan kom ik aan reality. Better? Nee, maar je weet wel. Gewoon, dus dan... Oh, dan wordt het echt een catfish. Nee. Maar goed, dat zou ik doen. Wat zouden jullie doen? Wat voor filmpje zou je opnemen? En wat voor iets zou je meenemen als cadeautje? We hebben nu pas één aflevering gezien, hè? Dus we zijn nog niet zo ver als de rest. Wat voor filmpje zou ik opnemen? Ja, wat zou jij doen? Jij zou met je mobiel gewoon doen. Jij zou selfie stand op je mobiel zou jij doen, denk ik. Denk ik ook. Ja. Misschien lekker op een dok of zo. Bij het water, ja. Ja. En dan willen ze dat je een shot hebt van dat je een hobby uitvoert of zo. Gamen. Dan laat ik me even mijn sneakers zien. Ja. Dan word ik gelijk niet uitgekomen. Ja. Die neem ik allemaal mee. Ja, mijn hele auto ligt vol met sneakers. Ja, nee, ik zou... Of gamen, hè? Dat schrikt ook vrouwen af, hè? Nou, niet altijd. Nee, klopt. Sommigen wel. Ik ben er ook op gevallen. Ik vind het wel leuk. Met je neus in de boot, hè? Nou, inderdaad. Ja, jij vindt ook gamen leuk. Ja, maar dat is omdat je gewoon... Je hebt de drang om ooit een keer te winnen van mij in Smash en Mario Kart en Mario Party. Het is gewoon een accept the compliment. Ja, nee, dat weet ik. Weet ik ook. Oh. Nou, maar je wint wel eens een Smash. Soms een smash. Ging laatst met Mila ging we smash bij haar spelen. Ja, maar waar zijn al onze characters? Ik weet het echt niet. Ik heb het verkeerde ingelogd. We hebben alle characters bijna unlocked en één keer was alles weg. Ik weet echt niet. Ja, iedereen was weg. Ik weet het echt niet. Ook niet. Ik was er allemaal opnieuw gaan doen. Nou ja. Komt het nog wel. Ik voel me nog steeds niet helemaal 100. Dus niet heel eerlijk dit, want wij waren allebei dat we ons niet helemaal lekker voelden. Maar ik krijg nog weer iets extra's van jou erbij nu. Kip lekker en ik hier ben hier gaar. Je ging lachen mijn gezicht op mijn kant op en toen kwamen er allemaal splatters. Als het een nieuwe ziek ding is, dan krijg ik die toch wel van je. Maak je geen zorgen. Dat is ook altijd als ik dan praat, een soort van kan je afstand van maken. Ja, alsof het nog uitmaakt in deze ruimte. Ik doe dat toch ook bij jou? Jij doet altijd... Dat is niet waar. Dat is zo niet waar. Nou, dat is echt niet waar. Beetje. Ja, oké. Nou, welterusten. Bedankt voor het kijken. Tot morgen. Zo, waar gaan we heen? Slapen. Het is pas... Nee, het is middernacht bijna. 12 uur. Ja, welterusten. Bye.